Hoi, in deze video laat ik je de app Children's Hospital van Playmobil zien. En ook wel kinderziekenhuis genoemd. Iedereen kent Playmobil wel. Deze app gaat uit van het ziekenhuis. Het ziekenhuis ziet er precies hetzelfde uit als het Playmobil ziekenhuis die in de winkels te koop is. Dit is erg leuk voor kinderen om mee te spelen. Het sluit ook goed aan bij het thema ziek zijn in de kleuterklas. De kinderen spelen een dokter en kunnen deze verplaatsen in het ziekenhuis. Kijk, op deze manier. Hierboven is de patiënt. Nu slepen we de dokter naar boven. De kinderen kunnen zelf de lift bedienen. En de dokter is boven. Elke keer als de dokter bij een patiënt komt, dan kan hij een minigame spelen. Hij moet de patiënt beter maken. Bijvoorbeeld gips of verband aanbrengen om de arm. Elke keer als je de balk vol hebt, krijg je een upgrade. Dat betekent dat er iets nieuws in het ziekenhuis komt. De dokter gaat weer naar beneden en gaat weer met de lift en gaat daar de volgende opdracht doen. De spelletjes zijn zeer geschikt voor kleuters. Kijk maar, hierbij moeten de kinderen sorteren. Nu gaat de dokter weer naar de patiënt toe. De kinderen in mijn klas zijn erg enthousiast over deze app en willen hem steeds verder spelen. Je kunt als leerkracht het gesprek aangaan met de kinderen over wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuis. Nog leuker is het als je natuurlijk het echte Playmobil ziekenhuis hebt. De kinderen kunnen dan naspelen wat ze ook in de app zien. Bijvoorbeeld een bloeddrukmeter. Dit begrip kan je heel mooi behandelen naar aanleiding van deze app. Of een thermometer natuurlijk. Het allermooiste is nog dat deze app helemaal gratis is.